shoplog. Ik kreeg van heel veel van jullie het verzoek om alsjeblieft een shoplog te maken over alle aanwinsten die jullie in mijn vlogs de hele tijd zagen. Dus hier is hij dan. Ik laat jullie zien welke items nieuw in mijn leven zijn, waar ze vandaan komen en natuurlijk hoe ze staan. Laten we er meteen induiken. Ik heb hier een hele stapel naast me liggen. Het is best wel erg. Soms denk ik, hoe kunnen al die spullen toch steeds weer hun weg in mijn leven vinden? Maar ik heb toch niet het idee dat ik koopverslaafd ben en ik verkoop ook heel veel dingen en ik geef veel dingen weg. Maar ja, ook door mijn werk zit er best wel een relatie in de looks die ik nodig heb. Nou ja, oké, genoeg mezelf indekken. Laten we maar naar de kleren gaan kijken. De eerste is een t-shirt en deze is van Another Story. Zal jullie vast niks verbazen. Het is gewoon zo'n vintage look t-shirt, heel volwassen, leuke printen op. Fijne kleur. Ik draag heel veel van dit soort shirts. En gek genoeg ben ik de laatste twee kwijtgeraakt. Dus toen dacht ik, oh, ik mis het ook wel echt in mijn garderobe. Want ik draag dit met van alles. Op een vintage Levi's met toffe hakken eronder. Of op juist een kokerrok of zoiets heel vrouwelijks. Op een leren broek. Deze was 29 euro als ik het goed zeg. Dus dat is op zich wel een redelijke prijs. En hij valt heel erg oversized. Dit is een 34 en hij valt bij mij ook echt al heel ruim, dus daar moet je even rekening mee houden mocht je het online bestellen. Dan deze vrolijke zomerse topper. Ik zag hem op de Zara site en hij was zo cool gestyled met rode enkellaarsjes. Toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk helemaal leuk voor mijn tripje naar Italië. Die je kon zien in de motorvlog. Dus daar heb ik hem voor ingeslagen. Hij komt echt tot aan de grond en hij wappert ook super mooi mee als je loopt. Als je een trap oploopt is het echt fenomenaal. Is echt de moeite waard. Deze was 49,90 euro uit mijn hoofd. En hij zit zo lekker. Het is gewoon een hele lekkere, luchtige blouse die je ook meteen een soort dressed-up gevoel geeft. Maar het voelt alsof je in een pyjama-pak loopt. Hij heeft ook zakken, dus dat vind ik ook fijn. En als je nou vaker wilt zien hoe zulke dingen staan, dan zou ik zeker zeggen, neem even een kijkje op mijn Instagram. Waar ik eigenlijk al deze items wel in outfits laat zien. Dus voor outfit inspiratie is dat echt wel de plek om naartoe te gaan. Ook nieuw in het leven is dit denim shortje van Levi's. Ik had een denim short van Levi's die ik echt heel fijn vond. Maar gek genoeg is die in de was gekrompen of zo. En ik pas hem niet meer aan. Dit is niet trouwens een excuus dat ik zelf te veel snacks heb gegeten. Maar soms dan, ja, komt een item gewoon heel raar uit de was. Ik weet niet wat het is. Het is iets misgegaan. Dus het was tijd voor een vervanger. En ik wil eigenlijk maar één goede, perfecte denim short hebben. Ik weet gewoon niet 100% zeker of dit hem dan is voor mij. Maar ik vond hem toch wel heel mooi zitten. Maar ik twijfel een beetje over de wassing. Of die te donker is. En over de scheuren. Dan een sale topper. Hij is een beetje gekreukt, moet ik zeggen. Ook van Another Stories. Dit is een zwarte slipdress met een kanten bovenkant. En hij loopt een beetje wijder uit aan de onderkant. Ik vond dat kant heel mooi. Ik heb dit eigenlijk echt niet nodig. Maar ik moet zeggen dat ik gewoon in mijn hoofd iets nieuws wilde voor de vakantie. En dit toen heb gekocht omdat het heel erg afgeprijsd was. Maar had ik misschien niet moeten doen. Dan deze jurk van Topshop. Met een super mooi geborduurd detail. Wat over de schouder en de rug doorloopt. Vind ik meteen heel chique uitzien. Het heeft een beetje een kimono gevoel. Vooral door deze naden onder de borst en de knoopjes. En hij heeft hele grappige mouwen die een beetje poffen en die je aanstrikt. Ik heb een jurkje wat hier heel erg op lijkt. Zo'n lichtroze bloemenjurkje van Topshop. Maar daar is ook een afschuwelijke wasramp mee gebeurd. Namelijk dat ik bijna al mijn favoriete zomerkleren heb gewassen met een onderjurkje wat zwart is uit een andere jurk erbij. En dat heeft nu overal op afgegeven. Het is zo erg. Ik moet me er overheen zetten omdat het maar spullen zijn en je daar niet aan mag hechten. Maar mijn favoriete strepenbroek en dat zomerjurkje en nog een andere top zijn dus allemaal gewoon helemaal vlekkerig en lelijk geworden. Dus, om de pijn te verzachten, is dit er nu. En ik moet zeggen dat hij enigszins strak zit bij de boobies. Maar dat ik hem wel super vrouwelijk en sexy en cute tegelijk vind. Dus het is wel echt een hele mooie jurk als je zoiets zoekt. Ja, dit is me toch een funky top. Ik ben dol op alles met stippen. Ik vind dat zo'n vrolijke print die echt nooit uit de mode gaat. En die je met van alles kan combineren. Van een simpele jeans tot een luipaardprint tot het kan zeg maar vrouwelijk, het kan casual. Hij heeft best wel een diep décolleté, dus daar moet ik even iets op vinden. Ik vind de mouwen heel erg tof van deze top. En dit is echt zoiets wat je of overdag aan kan of wat ik dressed up na een avond uit zou dragen. Hij kostte 42 euro, wat denk ik precies de prijs is die je bij Topshop ongeveer verwacht voor zoiets. Dit is me toch een leuke collectie bij H&M Trend op het moment.
can't even deal. Deze stippentop vond ik zo leuk en ook de jurken ervan. Het is één groot feest. Ze hebben echt een hele goede collectie nu bij Trend. Ik weet niet hoe lang het allemaal in de winkel ligt. Maar dit is een blouse met een hele Spaanse invloed, vind ik zelf, door de ruffles. Hij heeft een verlengde mouw wel, dus die valt ook een stuk over je hand. Vind ik heel leuk. Blote schouders en een soort wrap effect. Niet wrap als in waar je kip in doet, maar wel waar je je lichaam in wikkelt. Wat een nadeel is, moet ik wel even zeggen. Alle stippen items die ik heb gepast uit deze collectie vallen zo gek. Deze top zit zo strak. Ik heb er hier een 38 van genomen. En ik heb altijd 36 bij H&M van tops. Dat is echt te hoeven. Ik hoef überhaupt nooit iets te passen. Maar ik kon gewoon bijna niet meer ademen. En wat ik ook merkte bij, ze hebben een hele leuke wikkeljurk met korte mouwtjes die lang is. Ook in deze print. En daar waren de mouwen zo gesneden dat ik mijn arm niet echt op kon tillen. Dus dat vond ik wel gek. Maar ik ben gewoon een maatje omhoog gegaan en dan is het prima. Ik weet niet meer precies wat die kost. Ik denk ergens tussen de 25 en 35. Wat meestal dat soort topjes bij H&M kosten. Toen ik een tijdje terug ging shoppen met een meisje wat via mijn Instagram account een mega shopdag bij H&M had gewonnen, zag ik deze trench hangen. Ik heb hem haar ook aangesmeerd. En ik vond deze zo cool. Hij is heel oversized met hele lange mouwen die je echt zo op moet stropen. Heel erg een Marc Jelen gevoel. Maar hij was destijds iets van 100 euro of 130 euro of zo. En toen dacht ik, dat is best wel een pittige prijs voor iets wat je gewoon een grappige look vindt voor een paar keer. Nu was hij mega afgeprijsd op de webshop. Dus heb ik hem uiteindelijk na heel lang twijfelen toch besteld. Ik had hem eerst, dacht ik, nee, doe het niet, je hebt hem niet nodig. Toen was ik er de hele tijd aan het denken, was hij weg? En toen was hij er weer en toen heb ik dus in een soort FOMO hem besteld. Hij is net binnen, dus ik ga nog even nadenken of ik hem ga houden of terug ga sturen. Ik ben benieuwd wat jullie vinden, laat het me even weten in de comments. Net voordat ik op vakantie ging, heb ik deze sandaaltjes bij Topshop gekocht. Ik had ze al een tijdje op het oog en dit is heel erg mijn stijl met die buckles en die kleine stutjes en het zwart met zilver. Dus ik vond deze heel tof en ze zaten zo lekker. Maar ik dacht wederom, hoe lang ga ik nog van de zomer kunnen genieten? Hoe vaak kan ik het nog aan? En toen ging ik natuurlijk spontaan opeens op vakantie. Dus had ik een goede reden om ze te kopen. Dus dat heb ik gedaan en daar heb ik eigenlijk de hele trip op gelopen. Dan de interieurportie van deze shoplog. Want zo kwam dit eigenlijk tot stand. Ik had dingen geshopt bij Sissy Boy in de sale. Waar ik sowieso echt elke week wel een paar keer binnenloop. Nou ja, in ieder geval elke week wel een keer. Tijdens de sale kan ik me gewoon niet inhouden en zijn dingen zo goed geprijsd. En ik vind het zo'n fijne winkel waar alles echt bij mijn stijl aansluit. Dus ik had een paar kussens op het oog en die heb ik ingeslagen. Namelijk deze gezellige vriend met een soort bollen of knoopjes erop. Vond ik heel gezellig. Fijne kleuren ook, mooi donkerblauw en een beetje terracotta zit er doorheen. Dit past volgens mij bij heel veel en hij staat leuk op mijn bed, maar hij past ook goed bij mijn bank. Dus ik weet dat ik hier echt lange tijd heel veel mee kan in verschillende ruimtes in mijn huis. Ik weet niet meer wat die precies kostte, maar volgens mij rond de 17 euro. Dan heb ik nog dit kussen gekocht en een andere die in dezelfde kleurtoon is, maar net een ander patroon heeft. Ik vond dit een hele mix van iets wat een beetje een oosters gevoel heeft en tegelijkertijd is het ook nog best wel strak en grafisch. Dus dat vond ik heel tof en daar heb ik dan deze bij gekocht die weer wat moderner is en weer een stuk grafischer is. Dus samen vind ik dit dan een hele leuke mix. Dan heb ik nog gekocht mijn favoriete geurkaars van ze en die is in de geur Amber. Ja, ruikt gewoon heel lekker amberachtig en heel zoet en kruidig tegelijk. En het zijn niet al te overheersende kaarsen, dus dat vind ik heel fijn. Deze brengen ze eigenlijk altijd in een andere verpakking uit en nu is hij heel classic. Dus ik zorg altijd dat ik eentje die ik op dat moment brand en dan nog een backup optie heb. En dan deze gezellige eiervrienden. Ik vond dit een heel leuk iets, want ik kende het helemaal niet. En ik dacht, ja, het inrichten van je koelkast is natuurlijk ook weer een heel gebied waar je op los kan gaan. Dit zijn namelijk eierhoudertjes, waar je gewoon de eieren die uit een doosje komen heel gezellig hierin zet. En het staat zo leuk in de koelkast dat ik ook de hele tijd eieren koop. Wat nu best tricky is met dat nieuws over giftige eieren of zoiets. Ziet er hartstikke leuk uit en ik word er heel vrolijk van. En ik heb ook deze twee bijpassende eierdopjes gekocht. Die wel best wel groot zijn. Dus ik heb al twee keer gehad dat een ei te klein was om hierin te blijven staan. Wat niet, dan niet echt zin heeft. Maar ja. Dat kon ik natuurlijk niet weten in de winkel. En dit waren ze, mijn nieuwe items op gebied van garderobe en interieur. En ik denk dat dit wel de laatste zomerse shoplog is.
voordat je mijn fall favorites gaat zien over een tijdje. Dus abonneer je zeker op mijn kanaal als je dat niet wil missen. Ik shop gewoon vrolijk door zoals je ziet. Dus die gaat er ongetwijfeld komen. Ik denk binnenkort ook weer een leuke stationery update. Dus ik hoop je snel weer te zien in een nieuwe video. En ik hoop dat je deze leuk vond. Dankjewel voor het kijken. Doeg!